En de stichting Pink Ribbon Suriname heeft afgelopen zaterdag in samenwerking met de organisatie Invest in Female Leaders, IFL, een borstkankerbewustwordingsevenement georganiseerd. Stichting Pink Ribbon verschaft voornamelijk informatie over borstkanker met het doel het bewustzijn over deze ziekte te vergroten. IFL biedt een platform aan vrouwen waarbij ze hun leiderschapskwaliteiten kunnen tonen. Volgens Juliette van Holt, initiatiefnemer van IFL, is het goed als vrouwen naar de dokter gaan om te kijken als ze helemaal gezond zijn. Dat onderschreef Jennifer Bromet, voorzitter van Stichting Pink Ribbon Suriname. Volgens haar moeten vrouwen echter ook op tijd een onderzoek ondergaan om te weten als ze gevrijwaard zijn van deze ziekte. Maar het hoeft niet zo ver te komen. Probeer een gezonde leefstijl te handhaven. En dat gaat allemaal gepaard met beweeg voldoende, eet gezond. En daarom hebben we ook in het programma opgenomen de dansgroepen, de potje-potje dansgroepen, de Zumba dansgroepen. En ik zal er versteld van hoeveel vrouwen in beweging zijn. En ik nodig dan de mannen ook uit om zoveel te bewegen als de vrouwen. Heel erg belangrijk, doe aan zelfborstonderzoek. In de badkamer, onder de douche. Want als je iets merkt, hoe eerder je het ontdekt, hoe makkelijker het te genezen is. Verder wil ik ook aangeven dat je ons kunt vinden in de Pink Ribbon Shop aan de Domineestraat, op onze website. We zijn hier aanwezig als er wat vragen zijn, als je persoonlijk iets wilt vragen. U bent van harte welkom. We hebben een open oor voor jullie. Cleopatra Jesseren, waarnemend directeur van het ministerie van Volksgezondheid, benadrukt dat in Suriname erbij moet worden stilgestaan dat borst- en baarmoederhalskanker de doodsoorzaak nummer 1 is in Suriname. First Lady Ingrid Waldering-Boutersen, die ook een presentatie heeft gehouden, gaf aan dat door de jaren heen vrouwen op verschillende manieren in contact zijn gekomen met borstkanker. Jannie Simons, voorzitter van de Nationale Assemblée, vroeg aan de organisatie om vaker deze evenementen te organiseren. En het aantal is veel te hoog. Het is veel te veel wat wij nog zien. Het ministerie van Volksgezondheid heeft hoog in haar vaandel preventie. Het is ook te lezen, te zien en te merken in het beleid dat het ministerie van Volksgezondheid uitzet in preventie. En daarbij dus ook meegenomen de niet overdraagbare ziekte, waaronder borstkanker. Borstkanker in Suriname kent nog te veel discriminatie, te veel obstakels, te veel taboe. En dit soort initiatieven om bewustwording te creëren zijn al meerdere malen gedaan, jaren, maar het is nooit genoeg. Genoeg reden om vanuit een leidende positie met deze ziekte, haar gevolgen en gevolgen om te gaan. Een van de kenmerken van leiderschap is verantwoordelijkheid hebben of verantwoordelijk zijn. Niemand is meer verantwoordelijk voor je gezondheid dan jezelf. Je moet zorg dragen voor je lichaam. Sport, beweeg, let op je voeding, drink veel water. Belangrijk is om je eigen lichaam te kennen en het regelmatig te laten onderzoeken. Ik vraag aan deze organisatie om in verschillende weken, op verschillende momenten, samen met de medische organisaties die bezig zijn, te helpen om het woord van preventie te verspreiden. Preventie betekent voorkomen. Voorkomen is... En daarom ga ik het hebben over voorkomen. Woorden dus van Jenny Simons, voorzitter van de Nationale Assemblée, en daarvoor zag u First Lady Ingrid Boutersen en Cleopatra Jesseren, waarnemend directeur van Volksgezondheid. Ze spraken afgelopen zaterdag tijdens het borstkankerbewustwordingsevent, georganiseerd door Stichting Pink Ribbon Suriname en Invest in Female Leaders. Het event is gehouden op het Indramayu Sportcomplex en dat is te Geiersvliet.